Welkom bij dit maandelijks gesprek met burgemeester Henri Lemfrink van Leiden. We hebben het vandaag over het coronavirus, want het is druk in parken in Leiden. Het was druk en het wordt natuurlijk ook steeds lekkerder weer. We hebben het ook over de vaccinatiebereidheid, want steeds meer groepen die komen in aanmerking voor zo'n vaccinatie, maar niet iedereen wil dat. En misschien kan de gemeente daar wel een handje bij helpen. Ook hebben we het over een aantal puisten in de stad. Plekken die iedereen graag ontwikkeld zou zien, maar waar maar niks kan gebeuren. En dat heeft ook een reden. En hoe dat zit, dat bespreek ik zo meteen met de burgemeester. En we hebben het over lachgas. Want lachgas is een groeiend probleem, ook buiten de binnenstad, waar het al verboden is. En daar wordt nu aan gewerkt. En welkom hier in de studio, burgemeester Henri Lemfrink. Laten we beginnen met het coronavirus. Op Koningsdag moest het een feest worden. Dat was ook gezellig in de stad, maar ook wel te gezellig. Laten we beginnen. Wat mag er nou eigenlijk in een park? Wat mag ik als ik naar buiten ga? Nou, je mag bijna alles natuurlijk. Het is hartstikke mooi. En we hebben onze parken natuurlijk ook vooral voor de mensen om ervan te kunnen genieten. Het is fijn om daar doorheen te wandelen. Het is fijn om daar even op een bankje te zitten. Je mag ook rustig op het gras gaan zitten. Lekker in het zonnetje. Hartstikke leuk. Niet te veel mensen bij elkaar, dat is belangrijk. Hè? Ja, want daar, niet te veel mensen bij elkaar. Laten we daar beginnen. Hoeveel mensen mogen er bij elkaar zitten? Ja, formeel maar twee. En je moet voldoende afstand houden. Dat is belangrijk om dat te hebben. Dus je ziet regelmatig dat stelletjes ergens zitten. Dat is gewoon hartstikke gezellig. Ja. Dat is gewoon leuk. Maar ik zie ook vriendengroepen bijvoorbeeld. Ja, maar kijk, als je als studentengroep in één pand bij elkaar woont, dan is er eigenlijk ook niet zoveel reden om dat niet buiten toe te staan. Dus daar zit ook echt het probleem niet. Het probleem wordt pas te groot als er hele grote groepen gaan ontstaan. Als mensen grote boksen meenemen met heel veel lawaai. Als mensen met kratten bier aankomen en daar een festival of een feest gaan organiseren met alle gevolgen van dien. Ja, dat gaat echt niet meer. Je moet niet alleen rekening houden met de coronaregels, maar eigenlijk ook met het feit dat mensen in de buurt wonen. En die hebben ook recht op ongestoord woongenot. Ja, want is dus dat nu anders dan voordat we de coronacrisis uitbrak, dat het veel drukker is in die parken eigenlijk? Ja, het is zeker drukker in de parken, omdat er gewoon minder te doen is. Je kunt nu tegenwoordig wel weer naar een terras tot 6 uur, maar daarna niet meer. Dus je kunt niet naar een café, je kunt niet naar een restaurant, je kunt niet naar de bioscoop, je kunt niet naar het theater, mm-hmm. Je kunt niet naar het concert. Dus al die dingen kunnen niet. Dat maakt dat de parken enorm populair zijn, de openbare ruimte in de algemeenheid enorm populair. Dus er zit meer druk op. Nou, wij proberen dat zoveel mogelijk te spreiden, want dat is datgene wat je dan nog het beste kunt doen. En we hebben ook vorig jaar een paar keer moeten optreden, omdat het bijvoorbeeld in het Huigpark en rond het sportveld daar veel en veel te druk werd. Nou, heeft gewerkt. Nou, dat hebben we nu weer moeten doen, dat in het plantsoen echt niet meer te harde was. Dat hebben we met Koningsdag gezien. Ja. Nou, gisteren ging het eigenlijk heel goed. Het was heel gezellig in het plantsoen. En ook bij de andere parken was het goed te doen. Ze kijken. Ik heb er geen kwaad woord meer over gehoord. Dat was prima. Nee, want op Koningsdag was inderdaad, heeft het hele plantsoen ook uiteindelijk leeg laten vegen. Politie, handhaving, er werd zelfs gesproken over ME die op de achtergrond klaar stond. Dat is best nog een forse inzet. Waarom doet u dat dan? Om het hele park leeg te vegen? Nou, eigenlijk om de reden wat ik net gezegd heb. Mensen die voldoen niet aan vorderingen. Om te zeggen van u moet de muziek uitzetten of u mag hier niet met zoveel mensen bij elkaar zitten. Nou, als men zich daar niet naar gedraagt, ja, dan moet men weg. Ja. En hoe ziet dat er de komende tijd uit? Het wordt steeds lekkerder weer natuurlijk. Mensen gaan ook meer van de parken genieten. En na 6 uur straks als de terrassen dicht gaan, ja, ik kan me best voorstellen dat mensen nog even doorgaan aan het park. Ja. Wat zijn uw plannen? Nou, eigenlijk kun je ervan uitgaan dat geleidelijk aan de samenleving wel meer open gaat. Hè? Want we hebben niet voor niks een openingsplan in Nederland, waarbij op verschillende momenten steeds geprognosticeerd is wanneer er weer dingen kunnen. Nou, het zou best kunnen zijn dat deze week al een paar dingen weer worden toegestaan. Als dat niet zo is, duurt het misschien een week langer. Maar dat gaat gebeuren. Dus de komende tijd zal er meer mogelijk zijn in de samenleving. En dat zal ook wel tot een verminderde druk op de parken leiden. En voor de rest hebben we ook aangegeven, we zullen actief handhaven in de parken. We zullen acteren op versterkte muziek. We zullen acteren op alcoholgebruik in de parken. En dat is allemaal om om de overlast voor de omgeving en voor elkaar te beperken en overtreding van de coronaregels tegen te gaan. Is acteren ook boetes uitdelen of is het vooral het ontbinden van dat soort festiviteiten? Het kan allebei. Wat doet u het liefst? Nou, het beste is natuurlijk dat wanneer mensen gevorderd worden om iets te doen, dat ze daar direct op acteren. Maar we hebben bij Koningsdag gezien dat mensen dan een grote mond gaan geven. Ja, dan worden ze aangehouden.
En dan krijgen ze een vervolging, dat is duidelijk. Ja, vindt u het nog proportioneel? Want er zijn natuurlijk ook veel signalen over mensen die eenzaam zijn, die thuis zijn, die alleen zijn, die dan zo'n dag in het park echt ook kunnen opladen. Dat gaat ook over mentaal welzijn. Staat dat nog in verhouding tot elkaar? Nou, het is niet zo dat per definitie altijd een park ontruimd wordt. Het gaat primair om de groepen die zich niet gedragen. En die worden natuurlijk ook aangepakt. Als je heel rustig ergens in een hoekje zit of met z'n tweeën zit, dat is geen enkel probleem. Ja. De komende tijd staat er ook steeds meer vaccinaties op het programma. De oudere doelgroepen die zijn langzaam geweest. Nu komt er ook wat jongere doelgroepen in aanmerking voor een vaccinatie. Dan zag ik dat in Den Haag wordt er gewerkt met zogenoemde sleutelfiguren uit verschillende lagen van de maatschappij. Die eigenlijk hun achterban gaan oproepen, laat je nou vaccineren, want dan komen we er sneller uit. Ziet u in Leiden ook aanleiding om bijvoorbeeld nou, buurtvaders, buurtmoeders, maar ook religieuze leiders, sportcoaches, om die in te zetten in die strijd of in die opdracht om meer te vaccineren? Ja, we hebben op dit moment nog niet een beeld dat er in Leiden belangrijke groepen zich niet laten vaccineren. In sommige gemeenten, vooral in de grote steden, zien we dat wel. Dat in bepaalde buurten het percentage mensen dat zich laat vaccineren veel en veel te laag is. Die signalen hebben we hier nog niet. We hebben vanaf het moment dat we begonnen zijn, hebben we heel uitgebreid stilgestaan bij hoe moeten wij de doelgroepen benaderen. Ook voor gezorgd dat de communicatie eenvoudig in eenvoudige taal gesteld is. Is samen met allerlei deskundigen op het gebied van communiceren, ook met laaggeletterden, is die communicatiecampagne opgezet. Nou, dat iedereen het begrijpt. Dat iedereen het begrijpt. En dat is eigenlijk tot op heden, denk ik, wel redelijk succesvol geweest. Wij hebben in ieder geval nog geen signalen dat groepen echt niet opkomen dagen. Nee. Dat is overigens ook nog niet zo makkelijk om dat vast te stellen. Want mensen hebben zelf binnen een bepaalde tijd het recht om zich te melden om gevaccineerd te worden. Of om te reageren op een oproep. En pas wanneer je de hele groep gehad hebt, kun je nagaan hoeveel procent daarvan nu is opgekomen en niet. Ja. En dat weten we op dit moment nog niet heel goed. Maar ik denk dat over een aantal weken we dat wel redelijk kunnen zien. En dan kunnen we ook kijken of we hier nog aanvullende maatregelen moeten treffen. En want vindt u het een taak van de gemeente om actief beleid te voeren dat mensen gevaccineerd worden? Ja, ik denk dat het voor iedereen goed is dat mensen zich zo snel mogelijk laten vaccineren. Dus als dat achterblijft, dan zie ik wel een taak voor de overheid om dat te stimuleren. Voor de gemeente, voor de GGD natuurlijk, die namens de gemeente dit uitvoert. Ja, daar gaat het eigenlijk om. En dat kan best zijn dat je in sommige situaties denkt van nou is het ook goed om die sleutelfiguren ook in te zetten. Het is eigenlijk een manier van werken die we al maanden doen in de strijd tegen corona. Dat hebben we ook gedaan met sportverenigingen, dat hebben we gedaan met ondernemers in de stad, dat hebben we gedaan met religieuze leiders, dat hebben we op allerlei mogelijke manieren gedaan. En dat is eigenlijk wel heel goed gelopen. Ja, dus als mocht nou blijken dat een van die groepen dat aan verminderde vaccinatiebereidheid is, dan is dat de weg om te gaan voor u ook. Ja, zou heel goed kunnen. Ja. 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 Maar op dit moment hebben we daar nog onvoldoende aanwijzingen voor dat het echt nodig is. Ja. Zoals ik in het begin al zei, ik wil het hebben met iets wat niet actueel is, wat al heel lang speelt. Maar dat gaat over, ik noem maar de puisten in de stad. U hebt de mogelijkheid om via de wet Bibop, die eigenlijk sinds uw aantreden in 2003 hier in Leiden actief is, om vergunningen te weigeren, bouwprojecten te weigeren, als het gaat om crimineel geld dat verdiend wordt of wordt witgewassen in de stad. En nou is er een aantal plekken in de stad, en dat viel me de afgelopen tijd op. Onlangs publiceerden we zelf over Café de Bruine Boon. Maar er is ook nog een plek op de Zoeterwoudse Singel, met de hoek met de Hoge Rijndijk, waar al jaren een lege plek te zien is in de stad. En daar kan maar niet ontwikkeld worden. Hoe kijkt u bijvoorbeeld naar zo'n lege plek in de stad, waar eigenlijk al jaren hekken omheen staan? Ja, dat is natuurlijk heel erg voor de stad. En daar moet je eigenlijk zo snel mogelijk vanaf. Dus wat dat betreft zou ik er ook wel mee eens zijn. Maar je zit als overheid altijd met een dilemma. Illegaal verkregen vermogen, dat proberen de mensen die dat op die manier bij elkaar gebracht hebben, vaak in de bovenwereld weer te investeren. Dat investeren ze in vastgoed, dat investeren ze in allerlei projecten. Op het moment dat je dat faciliteert, dan heb je ook gelijkertijd een soort akkoord gegeven op die inzet van dat crimineel verkregen vermogen.
Het tegengaan daarvan, het blokkeren van die ontwikkeling, daarmee leg je dat crimineel verkregen vermogen vast. Kan niet meer gebruikt worden. En dat is een van de instrumenten die je als overheid hebt om criminaliteit tegen te gaan. Dat men niet zo makkelijk met dat geld weg kan. Mm-hmm. En dat is ook eigenlijk het doel ervan. Ja, en dan ontstaat natuurlijk wel het risico dat je een aantal plekken in de stad hebt waar dat illegaal verkregen vermogen in geïnvesteerd is, waar men vervolgens niet de activiteit kan ontplooien die men graag wil. Een fictief voorbeeld bijvoorbeeld, een verloederd winkelcentrum dat in handen is van een eigenaar die dat ooit gekocht heeft met illegale middelen. Als je dat tegengaat om dat op te laten knappen, ja, dan ontzeg je ook je burgers een mooi opgeknapt winkelcentrum. Dat is een duidelijk voorbeeld in deze situatie. Dat is echt een dilemma. Dat is een vraagstuk waar we ook op aan het studeren zijn. Hoe moeten we dat doorbreken? Er zijn wel ideeën voor om dat te gaan doen. Maar dat is juridisch nogal baanbrekend werk. Want er zijn niet veel voorbeelden van in Nederland hoe je dat het beste kunt aanvliegen. Dus dat is iets waar we nu echt op aan het studeren zijn, hoe we dat het beste kunnen aanvliegen. En dat is per onderwerp en per geval is dat, zal dat wel een andere oplossing kunnen zijn. Ja, ja, want onlangs schreef Sleutels dat bijvoorbeeld over Café de Bruine Boon, waar ook een strijd gaande is, waar u niet veel over kunt zeggen inhoudelijk. Dat hebt u al eerder gezegd, uw woordvoerder heeft dat ook gezegd. En ik vroeg me meteen af, ja, gaat zo'n café ooit nog open of is eigenlijk doordat er in het begin misschien, nou, u zegt, of er gaat een rechtszaak nog over plaatsvinden, maar er is crimineel vermogen in het spel. Is het moment dat dat gebeurt zo'n café eigenlijk ten dode opgeschreven? Ik kan er inderdaad niet direct iets over zeggen, maar er is altijd een oplossing denkbaar. En ik denk dat we die moeten zoeken. Kunt u me eens meenemen in wat voor soort oplossing ik dan moet denken? We zagen net zo'n gapend gat in de stad. We zien een café dat dicht is en niet open mag. We hebben ook nog een oude videotheek in de Korenvaarstraat waar al jaren niks gebeurt. Kunt u me meenemen in de oplossing daarin? Nou, ik ken een voorbeeld, bijvoorbeeld een fictief voorbeeld in dit geval. Maar het zou denkbaar zijn dat iemand iets met crimineel geld heeft gekocht. En dat verkoopt aan derden, maar met verlies, zodat het crimineel vermogen ook verloren is gegaan, dan zou je daaraan kunnen denken. Ja, en nou kan ik me voorstellen dat iemand die eigenaar is van een bepaald stuk grond of een bepaald pand in de stad, er niet op zit te wachten om dat met verlies te verkopen. Het alternatief is dat je er niks meer kunt gedurende lange tijd. Maar dat betekent ook dat het alternatief is dat de stad niks heeft om van te genieten. Dus dan, wat is uw verantwoordelijkheid daarin dan? Nou, dat is ook het dilemma dat je terecht schetst. En vandaar dat we ook zoekende zijn naar welke alternatieven er allemaal zijn. Dit is een scenario, er zijn meer scenario's denkbaar. En we kunnen dat op dit moment nog niet zeggen. En het is ook per geval echt verschillend als je kijkt van welke keuzes je zou kunnen maken. Ja. Nou, meldt het Leids Dagblad onlangs dat deze plek op de hoek van de Zoeterwoudse Singel, dat die onlangs verkocht is. Betekent dat ook dat er nu schot in de zaak zit? Dat ligt aan precies de relatie tussen de koper en de verkoper. Dat kun je niet in algemene zin zeggen. Nee, dus het kan best zijn dat de grond verkocht wordt en dat er uiteindelijk toch niks gebouwd zou mogen worden. Als blijkt dat daar die relatie door die wet Bibop, dat er achter, dat blijkt dat er misschien weer crimineel geld in het spel is. Eerst uitzoeken. Ja. Tot slot, u zegt ook de hele tijd, ik mag daar niks over zeggen, ik kan daar niks over zeggen op specifieke situaties. Nou deden de eigenaren van Café de Bruine Boon een verhaal bij Sleutelstad. En toen vroeg ik me af, mag dat dan wel? Mogen mensen daar wel iets over zeggen die daarbij betrokken zijn? Het antwoord is nee. Is dat hier misgegaan dan? Dat denk ik. Ja, en heeft dat ook consequenties dan voor zo'n... Dat zou heel goed consequenties kunnen hebben. En aan wat voor consequenties moet ik dan denken? Dat is een strafbaar feit en daar gaat het Openbaar Ministerie al. Dus mensen die uit een zaak die tussen de gemeente op de wet Bibop loopt, die daaruit citeren, die zijn strafbaar? De wet Bibop verbiedt om de informatie die in dat kader bijeengebracht is, om daarover te communiceren. En gaat de gemeente ook actie ondernemen? Zoals ik al zei, het is primair aan het Openbaar Ministerie om daar actie te ondernemen. Ja. Vindt u het eigenlijk lastig, die wet Bibop? We kennen hem nu 17 jaar. Levert dat u veel kopzorgen op door bijvoorbeeld dit soort plekken in de stad, maar ook door de procedures die u voortdurend voert? Of is het ook wel heel waardevol voor u?
Het is een heel goed instrument om het criminele lastig te maken. En we moeten niet onderschatten wat er op dat vlak allemaal in Nederland gebeurt. We hebben heel lang gedacht dat komt eigenlijk in Nederland niet zo vaak voor. Maar naarmate we er dichter op zitten en er meer mee bezig zijn, zien we dat het op veel grotere schaal plaatsvindt dan we ooit gedacht hadden. Dus daarom is het belangrijk dat je dat soort instrumenten hebt. En dat betekent dat je een vergunning kunt weigeren enkel alleen maar omdat er verkeerd geld in het geding is. Dat daar sprake van is. Dat het op verkeerde manier gefinancierd is. Dat is eigenlijk een goede manier om dat te doen. Er zijn nog wel meer redenen om de vergunning te weigeren op grond van de wet Bibop, maar dit is ook een belangrijke. Dus het is eigenlijk een heel goed instrument van de overheid. Maar het lost niet alles op. En het lastige is ook dat je gemarkeerd bent in de communicatie. Het is heel veel fijner om te zeggen, dit deugt niet, want dat en dat en dat zit erachter. Maar dat kan het niet zeggen. En dat maakt het lastig in de praktijk. En dan moeten de mensen maar raden wat er aan de hand is. En dat... Dat vinden zeker journalisten meestal niet leuk. Nee, ik vind het zelf ook heel vervelend, want ik zeg ook veel liever waar het op staat. Ja. Tot zover voor nu. U bent ermee bezig. Het kan me wel maar voorstellen dat het later nog een keer ter sprake komt. Ook als er misschien op zo'n plek wel iets gaat gebeuren en hoe dat dan ontwikkeld. Tot slot wilde ik u naar de lachgasoverlast. We hebben het er al over gehad in de binnenstad. Daar is het ook verboden om lachgas te gebruiken. Maar er kwamen signalen, bijvoorbeeld uit de Kooi hoorde ik ook van een aantal mensen die zeiden, ja, het gebeurt hier in de parken, maar ook in flats is er overlast. U kondigde ruim een maand geleden aan, ik moet nog wat onderzoek doen, maar dan daarna ga ik ook buiten de binnenstad aan de slag. Is dat onderzoek inmiddels volbracht? Weet u waar de overlastplekken zitten? We zien op veel plekken in de stad dat een probleem aan het worden is. Zowel het venten als het gebruik. En dat betekent dat zolang de Rijksoverheid hier nog op aan het broeden is en nog niet zelf komt met aanvullende maatregelen, ja, dat het aan de lokale overheid is om daar keuzes in te maken. En dat gaan we ook doen. Dat hebben we al voor een stukje gedaan. Maar we gaan ook vervolgstappen zetten. En ik verwacht dat het niet heel erg lang meer gaat duren voordat die bekend worden. En wat voor vervolgstappen moet ik denken? Is dat gewoon een uitbreiding van het gebied waar lachgas verboden is? Of kunt u ook meer doen? Dat zou heel goed kunnen. En je zou ook kunnen denken aan het verbod op het venten van lachgas. Ja, want daar hoorde ik in de Kooi ook een aantal mensen over die zeiden, ja, er komt hier nog wel eens ruzie in de flat over een half lege tank die geleverd is als vol bijvoorbeeld. Het levert natuurlijk ook allerlei neveneffecten op van mensen die proberen snel geld te verdienen. In hoeverre is het landelijke verbod in beeld of gaat u echt lokaal alles doen? Nou, zoals ik net al zei, het zou fijn zijn als de Rijksoverheid daar nou eens helderheid schept op dit vlak. Maar mede vanwege de gezondheidsschade, maar zeker ook de openbare orde vraagstukken, is het van belang dat we daar toch op acteren. Dat kan zo niet langer. Zolang het nog heel kleinschalig was, was dat allemaal niet zo'n groot vraagstuk. Maar het wordt een industrie en dat kan niet op deze manier. Dus vandaar dat we ook moeten acteren. En wat zijn die gevolgen dan van de industrie nu? Is dat vooral overlast, openbare orde of zitten daar ook nog medische gevolgen aan? Allebei, want als mensen te veel dit gebruiken, dan kun je ook echt schade ondervinden, gezondheidsschade ondervinden. Nou, normaal gesproken is de drugswetgeving ook primair ingegeven door de gezondheidsrisico's die het gebruik met zich meebrengt. Maar daar zit natuurlijk een heel openbare orde en criminaliteitsvraagstuk omheen. Drugsfabrikage, verkoop en dergelijke is verboden. Dat is niet voor niks. Juist vanwege die gezondheidsschade dus. Maar daar is heel veel geld mee te verdienen. Dus dat is eigenlijk een van de grote bronnen van het crimineel vermogen in Nederland. En je ziet dat dit formeel niet verboden is, maar wel plotseling enorm gegroeid is. En ik denk dat we die op dezelfde manier moeten behandelen. En het is natuurlijk lastig, want we kennen ook legaal gebruik. Ik wou net zeggen, een slagroompatroon. Ja, daarom. Dus dat kennen we ook. Dus dat is hier lastiger om dat af te grendelen. Daarom doet de Rijksoverheid er waarschijnlijk ook zo lang over. Omdat het legaal gebruik en het illegaal gebruik, ja, dat moet je op een goede manier kunnen scheiden. Daar heb ik lokaal met de lokale maatregelen minder last van. Dus daar kunnen we denk ik iets makkelijker mee omgaan. Maar als u binnenkort komt met een ventverbod van lachgas, kan ik dan nog wel naar de supermarkt om een slagroomspuit bij te vullen? Ik denk het wel. Ja. U zegt op korte termijn, waar moet ik aan denken? Is dat deze week, volgende week? Zoiets.
Zoiets, ja. Nou, dan ben ik net te vroeg. Maar goed, dan gaan we dan de maatregelen zien. Tot slot nog wel even, ja, de 3 oktobervereniging heeft vergaderd. En waar het over 3 oktober gaat, dan gaat het ook over de burgemeester die bijvoorbeeld de hutspot gaat proeven. Ja. Dit weekend werd duidelijk dat er 3 soorten hutspot komen. Vegetarisch, halal en de traditionele. Welke hutspot staat u straks te proeven? Ik denk dat ik ze alle 3 wel even probeer. Ik ben wel benieuwd hoe ze het oplossen. Vegetarisch zal in ieder geval niet met klapstuk zijn. Halal hoeft eigenlijk niet zo verschillend te zijn. Kun je dezelfde ingrediënten gebruiken. Dus ik ben heel benieuwd of dat ook toe leidt dat meer groepen de hutsportmaaltijd samen gaan genieten. Ik vind het in ieder geval een heel erg goed idee. Dus ik hoop dat dit ook gaat werken. Ja, want er was nog medegeleidenaar, was erover verdeeld van gaat de traditie niet verloren. Maar u onderschrijft wel het doel van de 3 oktobervereniging van ja, laten we nou zo breed mogelijk het feest vieren. Ja, het is toch hartstikke mooi dat alle leidenaren mee kunnen doen. Ja, weten we al meer over 3 oktober eigenlijk? Gaan we het vieren op een beetje een traditionele manier dit jaar? Ik verwacht eerlijk gezegd dat er veel meer mogelijk is dan afgelopen jaar. Maar of alles weer kan, dat durf ik eerlijk gezegd nog niet te zeggen. Dus ik verwacht eigenlijk dat we best een hele leuke 3 oktober viering krijgen dit jaar. Maar wel spannend wat er nu precies kan en wat er niet kan. Dat moeten we ook nog even afwachten. Het is een bekend mantra inmiddels. Zo. Tot volgende maand, dank u wel voor dit gesprek. Dit gesprek wordt ook herhaald op Sleutelstad TV deze week. En is terug te kijken via sleutelstad.nl.